Deze was 700 euro. Oké, hoe niet, wat er niet. Top op kwel. Ja. Ah. Op schoenen kan ik afknappen en verliefd worden. De afgelopen half jaar niks uitgegeven aan kleding. Wat? Echt? Deze aflevering van In de Kast van is Niek Roos de gast. En Niek kan je ook wel kennen van Verliefd op Cuba, Vals, Brugklasse serie en Brugklasse film. Zelf heeft hij ook een serie op zijn YouTube kanaal Van Plank naar Kast, waar hij als een malle aan het sporten is om te kijken of hij ook gespierd kan worden. Nou, welkom bij het interview. Gaan we daar hebben. Nee, wat voor leiding? Ja, het liefst. Oké, ben je mentaal ready? Ja, ben mentaal ready. Ja? Ik wil nog niet. Ik ben ook fysiek ready nu. Hoi allemaal, ik heb vandaag weer een nieuwe In de Kast van voor jullie. En dit keer met Niek. Met Niek Rozen. Ik wist ook niet dat ik mijn naam moest zeggen. Van met dit persoontje. Ja, maar... Ja. Ik had je even moeten in... Ja, is oké. Maar in ieder geval met Niek. We gaan er straks al een titel. Dus met is het dan. Puntje, vraagteken. Met... Mystery guest. Nee, oké. Okay. We snappen het nu. Het is Niek. We gaan in zijn kast kijken. Dus ik ga hem allemaal vragen stellen over zijn kledingstijl. En ja. We komen uit de kast vandaag. Ja, deze grap is al 10 keer gemaakt nu. En toen viel een stilte. Ja, nee, maar... Oké, okay, sorry. Waar is je... Dus kleed die er maar uit, ja. Knipt die er maar. Ik ben heel erg benieuwd naar wat je allemaal gaat komen. Ze hebben mij niks verteld. Dus ik heb mijn kast nog niet opgeruimd. Echt wel. Hij zei de hele tijd af. Dus hij wist al een maand dat het ging gebeuren. De hele tijd af. Ik heb 1 keer afgezegd. 3 keer. Ja. 3 keer verplaatst. Laten we maar heel makkelijk beginnen. Ja, ben je ook altijd zo met je handen of niet? Ik denk gewoon na. Ja, kut. Okay. Hoeveel ben jij dagelijks bezig met je kledingstijl? Ben je er überhaupt mee bezig? Het is niet dagelijks. Het is gewoon, soms denk ik van, oh, ik zal weer even een nieuwe trui willen of zo. Oké. Okay. Dat. Meer in de zin van, jij gaat een dagje van weg. Van première? Je gaat ergens heen. Dan denk ik er wel over na, maar daar heb ik ook een stylist voor. Maar dan hoef je er niet eens over na te denken eigenlijk. Nee. Eigenlijk niet dan. Want als ik ergens heen ga en ik denk, nou, ik ga filmen, dan doe ik wel weer iets leuks aan. Of ik ga ergens heen. Toen kom je met dit. Ja. Kijk, het was niet. Oké, nou dan weet ik het. Als ik. Nee, totaal niet. Ook niet als ik op date ga, ik trek gewoon het raam. Oké. Okay. Voor handen ligt en wat schoon is. Maar soms. Ik gewoon, heb wel gewoon. Echt gewoon als er iets ligt en ik. Nou, dit ruikt oké, okay, ja. Ik doe dat aan. Ja. Maar ik heb wel favoriete sweaters, weet je. Dat nadenken gebeurt wel. Want natuurlijk, je moet nadenken over de handelingen naar welke plank je gaat. Maar niet zozeer van, ik trek iets aan, nee, ik doe dit toch niet aan. Hoe zou jij je stijl omschrijven? Ik denk dat jij daar denk ik best een antwoord over mag geven. Want ik heb niet echt een woord voor mijn stijl of zo. God, moet ik dat doen? Laat ik zeggen wat ik leuk vind dan. Okay. Maar ik vind, zeg maar, chique dingen die wat anders zijn. Dat vind ik heel leuk. Ja. Maar ik heb daar gewoon te weinig dingen van. Dat vind ik wel jammer. Ik denk dat jij ook meer een beetje mixt tussen inderdaad dan basic. Heb je ook zo'n pantalonbroek wel eens geprobeerd? Met zo'n ruitjesprint of zo? Ik heb een pantalon met ruitjes. Maar... Ja, vrij casual dan wel. Casual. Hoeveel geef jij maandelijks uit aan kleding? De afgelopen half jaar niks uitgegeven aan kleding. Wat? Echt? Ja, zoiets. Ik weet niet precies, maar ik heb echt al heel lang niks meer gekocht. Ja, ik krijg heel vaak schoenen. Dat is altijd chill. En ik heb nu met Levi's heel veel kleding gekregen. En laatst van Wrangler en Lee. Scotch & Soda heb ik nooit gekregen. Maar Scotch & Soda kocht ik altijd zelf. En ik had hun altijd benaderd van, wil jullie alsjeblieft mij sponsoren? En zeiden ze ja? Nee. Oh, ze zeiden toen een keer, als je net zoveel volgers hebt als Katy Perry, dan gaan we je sponsoren. En ik was gewoon, wow, okay. Die heeft echt miljoenen volgers. Dat is wel hard. Maar heb je dan nooit de drang van, nou, nu heb ik even zin om weer iets nieuws te halen? Die drang om dingen te kopen heb ik niet, want ik krijg dan dingen en dan ben ik helemaal blij. Eerst is er nieuwe schoenen gekregen van Maison Garment en dan zit ik echt helemaal, ja, het is nog deze video doen. Nou, drie minuten. Het is wel zo. Hecht je veel waarde aan merknamen? Nou, ik had laatst een pak aan van D-Squared. Dat was echt een smooth pak. Op de premier van Vals had ik dat aan. Die zwart met wit. Nou, en dat vind ik wel lijp. Hoe duur is zo'n pak wel niet dan? Dat pak van D-Squared was 5.500 euro. Wat? 5.500 euro. En ik had een keer een stropdas. Zou je niet bang zijn dat er dan iets fout gaat en dat het dan opmorst of zo? Nee, juist gewoon een flexie in dat pak. En ik had een keer een stropdas die alleen al 2000 euro was. Hextie, ken je dat? Nee. Zoek eens op. Premier van Renes had ik. Dat is een hele gekke... Maar wat vond je ervan? Ik vind het wel cool. Ik vind het wel cool. Wacht, kijk naar mijn... Oké. Wat doe je? Ik ga meteen screenshotten. Ja, dat kan je misschien gebruiken, ja. Ja, heb ik toestemming om foto's en dingen in mijn video te schrijven? Je mag alles gebruiken van mij, behalve naaktfoto's. Oh, want die zijn er. Ja, ga ik straks naar je sturen. Wat zeg ik? Kijk er ook echt naar uit. Lijkt niet vet om een keer zo'n Louis Vuitton pak aan te hebben in een bloemetjesprint of zo. Dat lijkt ik zeg het tegen styling altijd als ik zeg maar een eigen film heb. Ik ga wel eens naar premières, maar dan boeit het me niet zoveel. Dan trek ik gewoon een eigen pak aan. Maar als het mijn eigen film is, dan wil ik altijd gewoon iets lijps aan. Ja, als ik een keer een Louis pak aan mag voor een première, dat ja, tuurlijk. Kent vast van Harry Styles? Ja. Die heeft altijd van die fantastische pakken aan. Fucking zieke shit. Super extra.
Schrik maar, die is heel lui hoor. Wat is jouw grootste miskoop? Poeh. Moet er wel één zijn. Ja, ik had een, die heb ik niet meer, die jas. Maar het was een Moskou jas, ken je dat? Moskou? Ik ken ineens niks meer, maar dat is misschien omdat het allemaal... zijn het guy merken of... Maar Moskou was meer een soort vrouwenjassenmerk. Oh. Fuck, duur die jas was 500 euro. In de winkel leek die grijs, maar toen kwam ik buiten, het was die paars. Toen heb ik hem wel de hele winter gedragen, maar iedereen die... Ja. Lacht me gewoon een beetje uit. Moskou waren jassen met dat logo waar, met de klittenband erop. En die werden heet gejat. Vaag bekend. Moskou is een stad. Ja, dat wist ik nog net. Klinkt ergens bekend. Maar lila is toch best wel cool? Ja, maar niet bij de jas. Een beetje net niet. Niet bij de jas. Ik was ook 14 en dan wil je geen lila zijn. Waarom was je niet gewoon teruggegaan? Yo, dat was niet de kleur die ik had verwacht. Weet je, ik betaalde hem niet zelf en mijn moeder betaalde hem. Ja. Ik zei, ja, superleuk, superleuk. Ik kreeg een hele dure jas, snap je? Dus ik was al fucking blij ermee. Ja, dus het was niet eens mijn miskoop, het was mijn moeders miskoop. En wat is dan je beste aankoop? Dat is een jasje van Scotch & Soda. Heb je die hier? Ja, wil je hem zien? Ja. Dat is zeg maar precies die stijl die mijn chique, anders dan normaal vibe heeft. Ja. Cool. Deze was 700 euro. Echt? Ja. Oké, ik hoop niet dat ik er nu... Op een kwelp. Ja. Ah. Ja. Oh mijn god, 700 euro? Ja. Dit heb je gekregen of gekocht? Gekocht. Ik was hier verliefd op het idee. Ja, wow. Maar deze heb ik te vaak aan al gehad naar première, dus ik mag het niet meer aandoen van mijn styling. Maar ja, aan de andere kant wil je het dan wel dragen omdat het één fantastisch is en duur. Nee, juist wel dragen. Maar... Mag ik hem aandoen? Ja hoor, als je hem aan wil doen, mag je hem aandoen. Hoor. Dus moet je hem aandoen. Ik heb nu ook een hele vette jas gekregen van Moose Knuckles, ook een duur merk. En dan ren ik zo meteen gewoon weg en dan heb ik een mooi jasje. Ik zit wel lekker. Ja? Ik kom nooit meer uit. Lekker hè? Ja, het is echt een mooi ding. Maar ik heb nu mijn duurste item ooit, die heb ik gekregen. Een jas van 1000 euro. Een Moose Knuckles jas. Had ik die niet dat net aan? Ja, dat had ik net aan. Die groene jas die ik net aan had. Ja, maar... jas. Ja. Dat, die is van Moose Knuckles. Daar zit hangertje van. Daarom dacht ik er. Ja. Dat was best wel gewoon een normale groene jas, toch? Ja. Vond je het waard? 1000 euro voor een legergroen. Want ik heb hem niet gekocht. Oké, zou je hem kopen dan? Nee, zeker niet. En ik had ook een prima jas van Levi's al gekregen. Voelde niet goedkoop, maar die was wel gewoon niet zeg maar de bom. Dat was gewoon prima. Dat weet Levi's ook. Dat is gewoon een mooie, prima jas, maar niet vet. En deze jas vind ik wel echt vet. Moose Knuckles staat er nog bekend omdat ze alleen maar bont hebben. En het is natuurlijk gewoon fucking zielig voor al die beesten. Dus toen de styling... Dat is toch van BNF? Ja, daarom. Dus ik zeg nog best een jas van dat merk. Ja, maar geen bont. Geen bont. Ik weet niet eens meer, het is erg, maar ik weet niet eens meer hoe die jas er precies uitziet. Nou, maar ja, hij heeft geen indruk gemaakt. Ja, hij was wel mooi. Ja, hij was heel erg. Maar zeg maar qua details. Dus het was niet een... Hij was vrij groen. Ik ga hem zo voor je aan doen. Is goed. Wat is je favoriete kledingwinkel? Je hebt zoveel namen nu al geroepen die ik gewoon niet ken. Scotch & Soda ken je wel, toch? Ja, ik had Scotch & Soda altijd als favoriet. Ik kocht er alleen maar mijn kleding. Nu hou ik een collectie van de gaten, maar ik vind het niet meer zo hard als dat ik het eerst vond. Ja, maar ik was er laatst doorheen gelopen en er zaten echt hele coole dingen in. Maar alles bij elkaar zou ik het dan nooit zo zeg maar dragen. Maar ja, ze hebben wel van die hele... Die jas die ik net liet zien. Die ineens items, hebben ze... Items, ja, zeg maar, ja. Die je gewoon moet hebben. Dan ben ik ook wel gewoon fan van Levi's. En ik ben ook fan van One Piece. Nou, One Piece, die we gewoon pakken. Heb je veel eigen pakken dan? Ik heb sowieso een paar colbertjes. Nee, een grijs pak en een bordeauxrood. Bordeauxrood. Ik heb ook twee pakken. Lekker pik. Ik vind pakken wel heel tof. Ja, voor vrouwen vind ik pakken ook wel leuk. Ik wil eigenlijk zo'n hele grote, weet je wel. Eigenlijk waar een beetje in verzuift, maar op een goede manier. Snap je dan wat ik bedoel? Verzuip jezelf in een pak. Ik verzuip mezelf altijd in een pak. Kluk, 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 kluk. I love it. Die toch. Ga ik een heel groot pakken. Ja, zo'n pak. Ja, dat is precies wat ik in mijn hoofd had. Ja, nu even een vraagje over jouw serie. Want je hebt natuurlijk nu de Van Plank naar Kast serie. Ja. Ik vroeg me af, want het heeft natuurlijk te maken met je lichaamsbouw. Heeft dat ooit effect gehad op de kleding die je... Ja, ding was, ik vond me vroeger wel zelf dat dun. Ik vond het vooral irritant als ik op het strand lag, op je rug, en je ademt, en je ademt dan zeg maar uit, dan zag je helemaal mijn rippen. Dus ging ik dan zeg maar zo liggen. Dat is wat zielig. Ik weet niet, dat vond ik gewoon minder chill. Dat lag ook niet lekker, omdat ik zeg maar zo die huid helemaal zo voelde. En ik vond het gewoon niet mooi eruit zien, dus ik droeg zeg maar niet expres strakke shirtjes. Als ik een strak shirtje aan had, dan leek ik net een jongetje van 6. En nu heb ik een strak shirtje aan en ik ben er oké mee. Mm. Terwijl ik niet nu ineens een kast ben, maar gewoon iets meer aan ben gekomen. Dus dan voel ik me hier al wat fijner in. Ja. Want je bent hoe lang nu bezig met sporten? 9 weken. Nee, wacht, wanneer komt deze online? Och, zeg maar ongeveer. Ja, nee, hoe lang ben je al bezig met sporten? Een paar maandjes. Nog niet zo lang. Ik ga het gewoon nog een keer vragen, want je verneukt het. Sorry. Ik zeg het wel. Maar ik ben nu maar een paar maandjes bezig. Ik ben nu pas een paar maandjes bezig, dus... Ik verneuk het zelf. Ja, maar ik ging wel door, snap je? Dus je maakt toch ook gewoon versprekingen in het dagelijks... Leven. Gesprek. Moet jij niet heel erg zo beginnen, hè? Ik ben nu pas een paar maandjes bezig, dus... Nee, nou maar. Waarom kan je dat niet zeggen? Jeetje, ben jij slecht! Ja, we zijn zo de hele tijd super serieus, dus... Achtergrond. Ja, Parijs. Cute. Ga je dit allemaal in een video doen? Eigenlijk moet even stikken, dus snap je? Ja, sorry. Ja, ik betrap mezelf ook op. Maar ik ben dus pas een paar maandjes bezig met sporten, dan is het wel nog.
Ja, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Wat vind jij qua stijl leuk bij meiden? Waar val ik op? Wat voor stijl? Dat ik zeg maar niet nu kan zeggen, nou die stijl, urban of die stijl, skater. Nee, ja, ik weet niet. Nou, waar de billen goed in voorkomen, daar ben ik wel fan van. Oké, dus zo'n van strakke jurkjes. Ja, kan, strakke jurkje voor een goede yoga pants. Oh, yoga pants. Nee, je zat net onderweg ook al. Yoga pants. Nee, maar die was echt fucking lelijk. Ik moet altijd dingen laten zien. Ik kan niet. Ik ga even naar mijn zus. Mijn zus heeft altijd wel leuke kleding. Oh, kijk, dit bedoel ik met een leuk jurkje. Ja, zo'n vlieren. Snap je? Weet je, en dit ook. Want met kant vind ik ook altijd heel leuk. Wat ik echt sexy vind bij vrouwen, een Nike Air Max One. Blijf ik sexy vinden. Nu zijn ze niet meer helemaal in. Het gewoon gewoon normale schoenen. Ja, maar ik weet niet. Maar dat vind ik nou helemaal cool als van die hippe moeder, weet je. Zo'n hippe moeder van 30 die er op zo'n bakfiets zit met die Nike Air Max. En denk ik van, nice. Niet dat ik haar val of zo, maar dat vind ik gewoon cool. Op schoenen kan ik afknappen en verliefd worden. Ik hoor het inderdaad. Maar op kleding, maar niet heel erg. Wat is dan echt een no-go? Oh, weet je wat ik echt een no-go vind? Zo'n shirtje onder een jurkje. En zo'n velvet, dat vind ik helemaal verkeerd. Oh, echt? Ik vind dat best wel leuk. Maar waarom vind je dat niet leuk? Doe het shirt uit. Dan is het leuk. Kijk, maar dit kan gewoon niet. Ik vind dat heel leuk, ja. Dan is het gewoon een jurkje, maar dat shirt eronderaan, why? Ja, omdat het net even anders is dan. Ik vind tuinbroeken ben ik ook niet fan van. Wat erg. Wat is het tofste outfit die je naar een event hebt aangetrokken? Ik weet het, was de televisiering gala vorig jaar. Wit met wit-zwart pak. Een soort James Bond pak. Wat is jouw ultieme fashion tip voor de kijker? Wees jezelf. Koop geen dingen wat je eigenlijk niet mooi vindt, maar omdat het in is. Koop gewoon alleen dingen die jij zelf leuk vindt. En laat je niet door mensen tegenhouden. Behalve als het heel duur is, dan moet je wel de mensen kunnen laten tegenhouden. Nee, niet doen! Het is te duur! Ja, ik vind dat het tijd is om te gaan kijken, jongens. In de kast! Yes! Man. Wat een bevalling was dit. Ik wilde het net zeggen. Wacht! Maar nu zat de camera aan. Hey jongens! Hallo! Dames en heren. Ja, dit is mijn kast. Die sta ik elke keer in mezelf te verheerlijken in de spiegel. Hij staart elke ochtend naar zichzelf voor hoe lang? Minstens een half uur? Ja, ja. Dat doe ik als ik wakker word, als ritueel. Nou, wat wil je zien? Alles! Was deze kast, zeg maar, die stond al in het huis of heb je die meegenomen? Die heb ik meegenomen, dus mijn kast sinds ik klein ben al. Dit is een nieuwe kast, deze. Omdat je net een stukje nodig had? Die had ik even snel nodig, want ik had ineens pakken en zo. Oh ja, dus ineens had je pakken. Hier zitten de meeste nette dingen in, ja. Oh, dit is dat, die pantalon. Oh, nice! Die stof is echt kut. Maar het is wel cool. Deze heb ik ook wel eens vaak aangehad. En dan met wit shirtje eronder. Dit shirtje dat ik nu aan heb. Maar je wil mijn favoriete item zien dus. Ja. Dat ik net laat zien, toch? Het jasje. Is dat je enige favoriete item? Oh, dit is zeg maar mijn grijze pak. Ik heb hem net van de stomerij gehaald. Dus hij is helemaal plat. Stomerij. Maar je hebt dus niet deze. Je hebt niet een zwart basic pak. Nee, ik heb wel een zwart. Ja, sorry. Dit is oh shit. Hoe duur denk je dat deze is? 900? Ik weet niet. Ik gok maar wat. Of 35 euro. Oh! Van de CNA. Sick. Customize jas. Maar ik vind hem een beetje mislukt. Je vindt hem niet leuk? Ja, hij is wel prima. Hij is vet. Het is gewoon niet helemaal gelukt, die customize shit. Jammer. Want hier zit ook een tijger op en die zie je bijna niet. Het is subtiel. Ja. Dit hele stuk is gewoon niks en rug. Ja, sorry. En dit is dat Bordeaux rode pak. Maar dit is dus wel mooi. Ja, deze is van de pakkenfabriek. Die heb ik gekregen. Ook gekregen. En als je dit dan krijgt, wat moest je ervoor doen? Kijk, als jij vragen stelt als ik in de kast sta, dan ga ik ook antwoord geven. Dan ga je vragen. Wat moest je daarvoor doen? Nou, ik had gewoon een leuke foto op de première, had ik geplaatst en heb ik ze getagd. Meer niet. En dat was dat? Ja, maar ik hoefde niet per se. Het hoefde niet eens. Ja, dit hierboven liggen mijn broeken. Deze broek heb ik het meeste aan. Eigenlijk ligt ook gewoon opgefrommeld. Heb je gisteren aan? En dit is ook mijn favoriete riem. Van mijn opa geweest. Uiteraard een broek van Scotch & Soda zit erbij. Uiteraard. Hoe duur is Scotch & Soda gemiddeld? Nou, niet 100 euro voor een trui. Ja, soms wel 200 euro voor een broek. Maar dit is een broek van Lee. De broek die ik nu aan heb is van Levi's. Wat heb je daarvoor gedaan voor Levi's? Daar was je gewoon een gezicht voor of zo? Ja, als ik even een campagnebeeld voor de kerst. Even een campagnebeeld. Waarvan is deze? Vet cool. Van Levi's. Oh, deze is van Levi's, ja. Mijn Levi's trui, die heb ik toen gekregen, ook van Levi's. Hele kerstcollectie mocht ik uitzoeken. Super chill. Hij is wel lekker, ja. Chill trui. Net als jij. Smooth man. Ja, deze trui heb ik heel vaak aan. Van Pull & Bear. Oh, Pull & Bear vind ik ook heel leuk. Ja. Dat vind ik ook altijd wel een ding. Er is nooit echt een mannenstuk bij winkels. Bij überhaupt. Oh, maar nee, jij wel. Gaat dus waarschijnlijk. Ja, maar niet amper. Altijd in de kelder. Het is zeg maar dan 5 verdiepingen vrouw en dan 1 man. Ja, dat is het altijd, ja. Maar heb je daar geen last van dan? Dat lijkt me best wel kut. Mannen maakt het misschien ook niet uit. Nee, maar bijvoorbeeld in Ibiza heb je mannen Pull & Bears en vrouwen Pull & Bears. Mannen Zara's en mannen vrouwen Zara's. Ja, oké. Okay. Deze van H&M, deze draag echt kapot veel. Dat was 5 euro of zo. Maar echt zo'n fluffy trui. Nice. Deze is ook cool. Dit is een trui van Scorch. Couture, maar die draagt niet zo heel veel. Wil je alles gaan openmaken? Ja, sorry. Dit is mijn favoriet shirt. Nice. Because Rosen. Rosen. En hier ook. Nice, van Wasted Paris. Je hebt wel gezegend met een goede achternaam. Ja, vind je dat ik een goede achternaam heb? Rosen. Dat is toch best wel. Ik vind Paper ook wel ding. Ja, maar het is Paper Kamp, hè? Oh, echt? Ja. B
Peyman was dik, maar vooral Lauren's shirt. Cool, nice. Dat is wel tof. Jezus, mijn hoeder zou zo'n wit shirtje zijn dan. Deze heb ik in mijn huis gekocht voor tientje van. Volgens mij is het niet een echte. Oh, cool. En dit is mijn andere favoriete shirt van Wasted Paris. Met achterop de vingerhard. Nice. Vind ik wel haak. En dit, hoe doe je dit dan aan? Gewoon met een broek en een jack eroverheen. Dus deze en dan ja. Gewoon klaar. Klaar. Mijn Febo sokken. Febo sokken, nice. Bradley had die slippers ook. Ja, die heb ik allebei. Jij hebt dat gewoon, oh my god. Ik heb zeg maar mijn kerstsloffen en mijn slippers. Dat is sick chill. En ik ben nog niet klaar als het gaat om Febo fashion. Ik kan sokken aandoen, ik kan schoenen aandoen van een Febo. Heb je ook een trui? Alles van Febo. Oh my god. Ik heb deze nog niet eens opengemaakt. Oh my god, waarom heb je dit niet opengemaakt? Ja, ik weet niet. Mag ik het openmaken? Nee. Maar dit ziet eruit als een vet chill. En ik heb een broek, dus ik heb zeg maar een hele outfit. Je moet het... Je moet dit aandoen zo meteen, dat weet je wel toch? Nee. Ik ga het denk ik een keer weggeven. Een vriend van mij is helemaal fan van Febo outfits. Maar... Dus ik ga hem denk ik een keer uitgeven als hij lief is. Ik flauw. Ik wil weten hoe het staat. Maar dat gaan we niet doen. Dit is mijn allerfavoriet shirtje aller tijden. En waarom? Wat is de background story? Mijn Liverpool voor mijn shirt. En er staat rozen op. Alles waar je eigen naam op staat vind je fantastisch? Ja. Nee, en nummer 27. Ik ben geboren op 27 augustus. Dit is gewoon mijn persoonlijke shirt. Dat heb ik gekregen van mijn verjaardag van al mijn vrienden. Oh, wat leuk. Met broekjes, sokken, alles. Hele pakkie. Hele pakkie. Dan komen we nu aan bij mijn rommel ding. Hier liggen allemaal korte broeken. Mijn favoriete zwembroek. Nice. Hij zit er wel een teervlek op en ik krijg hem niet af. Oh ja, dit is mijn zwarte trui. Een zwart hoekje. Een zwarte hoekje. Ja, dit is denk ik wel mijn favoriet trui. Of noem je het? Vest? Vest. Ja, dat heet een vest. Dit is mijn Tommy Hilfiger. Tommy vind ik ook wel heel vet. Tommy jeans is gewoon hard. Weet je wel? Zo, de hele ding. Raakt. Ik weet niet, hij is gewoon lekker groot. Er staan gewoon lijpe dingen op. Oké, en nu, het laatste onderdeel van mijn kast. Ja. Liggen mijn One Pieces. Kijk, ik krijg ze altijd. Dus dit is mijn laatste die ik heb gekregen. Oh shit. Gewoon een onesie. Gewoon een onesie, ja. Van Veller. Zou je dit naar buiten aantrekken? Oh ja, ik ga weer wel mee naar de supermarkt. Heel lang geleden geen One Piece aangehad, want ik draag nu alleen maar mijn badjas. Ja, ik weet niet. Dit is gewoon chill outfit. Alleen maar voor thuis op de bank, weet je. Okay. Dan heb ik daar ook gewoon alleen nog een losse trui van. Wat heb je er? Ja, gewoon losse trui. Dit is mijn favoriete One Piece. Oh my god. Aviator suit. Oh, dat is wel heel cool. Het gaan allemaal die patches van die vliegtuig shit. Op de achterkant staat het volgende. I feel the need for sleep. Dan mag jij even zeggen wat je van deze jas vindt. Want ik vind deze dus wel heel hard. Hij is gewoon net niet wit en dat stoort me. Je zou hem toffer vinden als hij zeg maar hard wit was geweest? Nee, ook niet. Ik vind het wel leuk. Ja? Ik vind gewoon de achterkant vind ik gewoon hard. De achterkant is ook cool. Ik kende toen nog de hele collectie van Scotch Soda uit mijn hoofd. Ik wist alles wat ze hadden. En ze hadden een Scotch Soda winkel in de Dubai Mall. Dus ik dacht, vet. Wow, vet. Dus ik ging daar binnen en toen zag ik allemaal dingen die ze in Nederland niet hadden. Dus ik had daar gewoon cool, 1000 euro aan Scotch Soda gekocht. Maar deze was al 500, dus ja. Dat was een jaar geleden, de laatste keer dat je dingen had gekocht. Ja, we kunnen even, dit is mijn kast trouwens. We kunnen even naar de selectie schoenen, badjas. En sloffen gaan. Dat vind ik wel heel top. Vergeet niet dat we nog één ding hierna moeten doen. Oh, wat moeten we doen? Ik wil een outfit uit jouw kast samenstellen voor jou. Oh, echt? En jij mag voor mij een outfit uitkiezen. Uit mijn kast? Ja. Maar dan mag je niet mijn Febo-kleding, want... Ik weet het! Ik dacht dat het... Nah. Sorry. Het is confronterend, want ik denk hier dus nooit over na. I know. Ik ga eerst naar de sloffen. Al die mensen denken, godsamme, zijn ze nog niet klaar. Naar de sloffen? Kut, moet je naar de sloffen? Hi, zijn we weer. What's up? Hij heeft de sloffen gevonden. Ik heb een slof gevonden. Oké, wat voor sloffen zijn het? Het zijn gewoon sloffen. Nee, mijn vader heeft die ooit gewoon gekocht. Warmbad. Warmbad. Oh, warmbad. Oké, genoeg over sloffen. Ik vind het leuk. Cool. Nu, beste item van mijn kledingkast. Oh my god. Dit is mijn, dit was een rap cadeau van de film van Renesse. Oh. Oh, je naam staat er... Tuurlijk. Mijn naam alles waar je naam op staat vind jij tof. Ja. Maar dat is ook wel cool. Hier leef ik in. Oh, snap ik. Elke dag. Sorry, ik heb Het is zacht. Het is heel lekker zacht. Ja. Ik heb hem ook nog nooit gewassen. Omdat ik bang ben dat de zachtheid eraf gaat in de was. Fair enough, maar dat is wel vies. Ja, maar ik draag hem alleen als ik schoon ben. Maar je zegt Oké, true. Ik draag hem alleen als ik naakt ben uit de douche kom. Je zegt dat je erin leeft en dat je hem nooit hebt gewassen. Klinkt wel een beetje... Dat klinkt wel vies. Goor. Oké, ik heb wel nog een paar schoenen meegenomen. Van ik denk, ja, die wil ik op zich wel laten zien. Heb je ook die ene favoriete? Maar je had het de hele tijd over die ene chique nieuwe... Oh, mijn nieuwe Amazing Garments. Ja. Oh, laat ik zo wel zien, ja. Nike F1 vind ik gewoon hard. Ja, deze zijn een van mijn favo's. Ze lopen ook tering lekker. En ze wegen niks. En heel licht. Holy shit, inderdaad. Ja, maar ik vind die kleurtjes gewoon leuk. Ik heb ze niet veel aan. Vet maar cool. Ik zie er heel veel vrouwen oplopen. Maar fuck it. Okay. Dit zijn custom schoenen. Je kan ze bestellen bij Fall Custom. Dat is een gozer die deze schoenen maakt. En hij stuurt ze dus gratis naar mij op. Heel intens. En hij maakt deze dus zelf. Die camo's heeft hij zelf ook gemaakt. En, wel vet. Dit is nu al mijn favoriete. Mijn één na favorietste sneaker. Waar doe je dit bij aan dan? Bij de auto die ik nu aan heb bijvoorbeeld. Gewoon zwart. Ja, tuurlijk. Dit zijn mijn favoriete schoenen. Ik heb ze nooit aan. Waarom niet? Omdat er zitten roze patches op en die laten heel snel los. Maar wat heb je dan aan favoriete schoenen die je nooit aandoet? Ik kijk ernaar. En ik heb ze wel eens aan de premières.
Ze zijn wel heel cool. Tam, tam, tam. Want deze heb je net gekregen, toch? Ja, deze heb ik net gekregen. Oh, dit merk ken ik ook natuurlijk weer niet. Mason Garment. Klinkt wel heel fancy en heel cool. Italiaanse schoentjes, maar dan sneakers. En voor meer is, doe ik nooit meer nette schoenen aan. Ik heb gewoon altijd sneakers aan. En ja. Dit is ook soort van... Oh ja. Ja, ik ruim nog echt ziek. Nieuw. Ja, dus dat is eigenlijk alles, allemaal kleding, alles gezien. Ja, behalve een pizza onderbroek. Ja, die heb ik wel gezien. Ja, hoe kan dat? Dat is heel raar dat jij dat nu zegt. Want dan denk ik, ja, mensen, wat? Ja, klinkt inderdaad. Wat hebben jullie voor deze video gedaan? Ja, maar jij was elke keer aan het pukken, dus het was niet moeilijk om te spotten. Maar oké, jongens, we zijn bijna klaar. Heb je er al over nagedacht? Ja, ik weet er wat ik aan ga doen. Oké. Jij ook? Ik ga nog heel even kijken. Gaan we even snuffelen. En dan zijn we zo weer... Ja, hallo. We hebben twee outfits voor elkaar. Moet ik beginnen of jij? Zullen we gewoon onze handen knippen en hebben we het allemaal aan? Drie, ja, dat is makkelijker. Twee, één. Wow! Hoezo schrik je ook echt? Ja, omdat ik niks meer zie. Welke outfit heb je aan? We hebben gewoon hetzelfde aan. Ik vind hem wel cool. Ja? Ik moet even water drinken, sorry. Dat is even anticlimax. Oh, net. Maar net, anticlimax. Vaker last van. Goed, maar kun jij er ook over mee praten? Ga je gewoon subtiel pesten? Heel subtiel ben je. Hey, maar waarom dacht jij deze outfit? Ze heeft echt dorst. Ja, ik vond deze heel cool eruit zien. Dus ik had me wel benieuwd hoe het ook staat. Hoe staat ik moet zo'n heel cringy outfit shot van je maken zo meteen. I feel the need for sleep. Kijk naar die pizza onderbroek, man. Ik vind hem wel cool staan. Ik denk dat die toffer is als het zeg maar in zo'n... Want nu is het echt zo'n zacht stofje. Ik kom niet op het woord. Ja, lijp. Nu lijk je echt een boxer zo. Fucking gay. Nee, maar wacht. Hey, maar snap je wat ik bedoel? Ze is zo vaag. Stel. Ja. Je hebt dat. Dit pak. Mm. In die kleur gewoon. Ah. Maar dan een andere met je stof. Een beetje raincoat-achtig. Hey. Oh. En ik, waarom heb je dit gekozen? Ik dacht, ik kan je wel een trui van me aan gaan laten doen. Ik kan wel heel moeilijk gaan doen, maar... Ik dacht, dit is een soort vrouwelijke one piece die ik heb. En die staat er sowieso het sexy, weet je wel. Ja, en is het... Ja, prachtig. Mooi stofje. Hij zit wel lekker, ja. Je kan hem heel goed te zwanger hierin worden. Inderdaad. Ik heb het gevoel dat ik 20 centimeter langer ben dan jou. Ja, maar dat heb ik ook. Maar ga eens naast me staan. Nee, dit is wel 10. Ja, maar je moet niet zo gaan kijken. Het valt ermee. Ik wil eigenlijk dit pak niet meer uitdoen. Dan mag je hem trouwen. Ik heb toch genoeg. Ben je serieus? Ik weet nooit of jij serieus bent. Ik zal maar heel blij zijn. Oké, okay, jongens. Dit was de mega in de kast kijk van Nick Rozen. Mega? Hoezo mega? Omdat het... Wordt het een mega video? Ja, waarschijnlijk. Het was een intense grote kijk, toch? We hebben veel gezien en veel beleefd. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen en eventjes in de comments te laten weten. Wat vind je van mijn kledingstijl? Wat voor stijl heb ik? Ja, dat is eigenlijk het antwoord dat we moeten weten, want dat zijn we nog niet echt achtergekomen. Basic is denk ik... Basic is de basic. Laat het weten en abonneer ook even op mijn kanaal, want ik heb te weinig abonnees. Kijk mijn video's. Ja, ik vind ook wel dat je mij dan... Ik ga ook jouw video's. Oké. Later. One piece out. I love it.